Mijn naam is Hans de Bruin. Ik ben werkzaam als optometrist, eigenlijk als functioneel optometrist, al jaren. En ik meet de ogen op bij heel veel mensen, maar vooral bij kinderen. Ik ben functioneel optometrist geworden omdat er met de kinderen ogen op dat moment een hele hoop mis kan zijn. Omdat ze heel veel op korte afstand bezig zijn, eigenlijk nooit meer buiten spelen. En dat geeft echt een heel groot probleem in de ontwikkeling van de ogen. Ik heb een praktijk in Haarlem waar ik alleen maar metingen verricht, waar ik ook visuele training doe. Momenteel ben ik in mijn winkel in Hoofddorp, waar ik wel brillen verkoop en lenzen verkoop. Hier kan ook gemeten worden, maar geen visuele training. Daar is hier de ruimte niet voor geschikt. Ik doe heel veel met kleurentherapie, omdat wanneer die ogen moeizaam samenwerken, vaak heel veel sprake is van het suppressie van de beelden die de kinderen binnenkrijgen van de twee ogen. Suppressie is het wegdrukken van het beeld. Zonder dat ze het weten valt het beeld continu weg en raken ze in de war. Lopen ze op achterstand met leren en lezen. En dat heeft een hele grote invloed op het moment dat dat hersteld wordt. Melanie Lowe en ik zijn op dat moment ook ooit een keer met elkaar in contact gekomen. Ook omdat zij heel veel met kinderen doet en daarbij gemerkt heeft dat de ogen toch wat vreemde dingen doen. Ze heeft een aantal testen waar ze kan aantonen dat daar toch meer aandacht voor nodig is. Op dat moment stuurt zij de kinderen naar mij toe. Ik kan ze altijd screenen en kijken of er fixatie, desperatie aanwezig is. Want dat is wel het woord wat eigenlijk alles omvat van wat voor problemen er in de ogen kunnen spelen. De samenwerking met Melanie gaat nu al een hele lange tijd bijzonder prettig. En ja, we vullen elkaar prima aan. En is op dat moment een aanvulling voor de kinderen om ze weer goed en geleest op school te krijgen. En de achterstanden die ze eventueel hebben opgelopen, ja, die kunnen echt als sneeuw voor de zon verdwijnen. Dat was mijn bericht.